avontuur. Ik ben zo nieuwsgierig. Ik ben ook heel benieuwd. Ik heb het koud. Ik ook. Ik voel me zo ziek als een... Nee. Oh ja, het regent binnen net zo hard als buiten. Pap, wat heb je nu, lieve vrede, gekocht? Een museum. Kijk, dit is nu een museum. Mooi, hè? Een verzamelplaats voor oude zooi. Een verzamelplaats voor oude spullen. Waardevolle spullen. Waardevolle spullen? Sorry, Willem, maar ik moet de kinderen dit keer toch echt gelijk geven. Dit ziet er inderdaad uit als allemaal oude troep. Niet zo somber. In het volle leden is het vast anders. Of toch niet? Ha! Wie van jullie is de gelukkige nieuwe eigenaar van dit juweeltje van het museum? Fris dat ik dat ben. Willen wij dan aan jouw kennis te maken? Maar natuurlijk! Gefeliciteerd, kerel. Zeg, ja, ik ben burgemeester Boris B. Blaaska. Zeg, je hebt een goede koop gedaan. Ja, fantastisch. Maar is er ook een mogelijkheid om van de koop af te zien? Vriend, je hebt het museum verkocht via Fundafeiling.nl. Heb je die kleine letters dus van Fundafeiling wel gezien? Nee, natuurlijk niet. Dat is geen hond. Ik bedoel natuurlijk geen mens die dat allemaal leest. Daarom hebben we onze 25 pagina's en kleine lettertjes teruggebracht in 2 korte duidelijke zinnen. Zie je onze website. Echt? Het is niet te missen. Lees eens voor. Fundafeiling.nl. Deal gesloten? Ha, daar kom je nooit meer vanaf, sukkel. Geweldig. Dit moeten we echt de slogan van ons bedrijf maken. In al onze reclames en zelfs op de zijkant van onze bussen zal men dezelfde boodschap lezen. Fundafeiling.nl. Die ook gesloten. Daar kom je nooit meer vanaf. Sukkel. Dat sukkel heb ik zelf bedacht. Kat geeft het echt een goede punch die het nodig heeft. Geweldig, geweldig. Dus we hebben dit voor 1 euro gekocht en we komen er niet meer vanaf? Gold wil de bochtje zeggen. Precies. Dit is een ramp. Dit kan niet eruit. Luister eens, familie Weiland. Van elke dag moet je iets moois maken. En dat doe ik ook. Met succes. Dag. Willem, hoe heb je dit kunnen doen? Je weet dat ons geld praktisch op was en dan kopen we voor onze laatste euro dit krakkemikkige museum. Ach nee, hoor. Het leek een buitenkans. En misschien had die blaaskaak wel gewoon gelijk. Elke nieuwe dag biedt nieuwe kansen. Ik ben nog steeds zeiknat. Ik ook. Ik voel me zo ziek als een hond. Stil toch, boemer. Willem, kijk eens wat ik in de stapel met oude spullen vond. Een houten doosje. Laat het niet zien. Nee, het gaat niet om het doosje, maar om wat er in het doosje zit. Kijk maar. En? Is hij echt? Weet ik niet, maar het doosje is echt antiek. En er zit ook een heel oud krantenartikel bij. Lees eens voor. Miljonair verliest geluksdiamant met dode taxirit. Geluksdiamant? Is dit een geluksdiamant? Laat me nog even lezen, Leonor. Vrijdag 13 juli 2011. De beroemde miljonair Gustave Nobel. Gelukkig heeft vanmorgen aangifte gedaan bij de gemeente Pechvogeland. Vanwege het verlies van zijn geluksdiamant. Gustave verklaarde dat hij bij een scherpe boog op de tegenvallers dreef. Het kistje met daarin zijn dierbaarste diamant. Via het onfortuinlijk openstaande raam van de taxi is geslingerd. Het kistje raakte ter hoogte van de rampspoedkade. Te water in het stormtoeval sloot. In zoektocht door duikers levert niets op. De politie gaat ervan uit dat de diamant vergoed verloren is gegaan. De miljonair was ontroerbaar en verklaarde te vrezen vanaf nu altijd ongelukkig te blijven. Wat een ellendig verhaal. Maar is dit de verloren diamant? Er zit nog een foto bij het krantenartikel. Het lijkt er sprekend op, het kan bijna niet missen. Het doosje is hetzelfde als het doosje op de foto. Geen twijfel over mogelijk. Dit is precies wat ons museum nodig had. We gaan er vast veel geld mee verdienen. Dit wordt een hit. Let maar op. In het midden van de stad staat een museum. Daar rijden mensen met een grote boog omheen. Het staat al jaren weg te rotten. Met gevaar om in te storten, daar kent zelfs een echte klusser niet doorheen. Het is hopeloos, dat zie je echt meteen. In het midden van de stad staat het museum,
ooit trokken duizenden bezoekers in het jaar. Nu staat het langzaam weg te kwijnen. Deuren, ramen en kozijnen vallen vlakken van ellende uit elkaar. Het is treurig, het is pijnlijk, het is waar. Maar nu hebben wij een heel leuk nieuwtje, want sinds kort zijn wij de eigenaren. De o zo trotse eigenaren van dit oude pand. Wat een geluk, wat een geluk. Het klinkt misschien wat gek, maar plots schijnt hier de zon. En deze dag kan niet meer stuk. Dag, leuk dat je keek naar onze... Ik hoop jullie allemaal binnenkort te zien in ons geluksmuseum. En één ieder van jullie mag de diamant nog 10 seconden vasthouden. Tot snel! En klaar. Nu weet iedereen dat ze bij ons de diamant kunnen komen bewonderen. Stop de diamant nu maar snel terug in de doosje. Mag ik hem nog heel eventjes vasthouden? Nou, vooruit dan. En, voel je wat bijzonders? Nou, niet echt. Of toch een beetje. Nu mag ik. Hey. Zo, jongen, dat is best zwaar. En mooi. Heel mooi. Nu wil ik weer. Hé, je voelde toch niks bijzonders? Maar nu wel. SP, stop de diamant onmiddellijk terug in de douche. Oké, dan. We gaan hier geen ruzie maken om een geluksdiamant. Precies. En wie weet brengt die geluksdiamant ons wel veel geluk en gaan we er veel geld aan verdienen. Geld? Geld, ja. Of je echt gelukkig maakt, weet ik niet. Misschien is dat ding gewoon trash. Maar ik weet wel dat ik een stuk gelukkiger ben als mijn broek straks vol zit met keiharde cash. Maar dan moet het museum wel eerst op orde komen. Kom op kinderen, aan de slag. En dat moeten we allemaal zelf doen. Oh, wat grappig. Kijk eens van wie ik een berichtje kreeg. Van Gloria en Isabella van het modehuis van Happy Diamonds. Ze moeten ons promotiefilmpje hebben gezien. Ze willen een nieuwe commercial van Happy Diamonds opnemen in ons museum. Maar opnames van een commercial kunnen we toch niet daarbij hebben? We moeten als eerste het museum schoonmaken en opruimen. Blijkbaar zitten ze tegenwoordig erg in hoop en zijn ze dringend op zoek naar een nieuwe opnameplek voor een nieuwe commercial. Gloria en Isabella van Happy Diamonds commercial. Ken jij die? Ken je die niet? Gloria en Isabella, daar heb je toch vroeger mee op de basisschool gezeten? Klopt, ik heb ze jaren niet meer gezien. Blijkbaar zit ze tegenwoordig erg omhoog en zijn ze dringend op zoek naar een opnameplek voor een nieuwe commercial. En als ze zo dringend op zoek zijn, zullen we vast dieper in de buidel willen tasten. Maar dat verandert de zaak. Als we veel geld kunnen verdienen, dan kunnen we van dat geld het museum laten opknappen. Dus dan hoeven we niks meer zelf te doen. Maar wel helpen met schoonmaken natuurlijk. Oh. De kust is veilig, meneer Guus. Is dit de plek die je zocht? Ja, de muren en plafond. Dat kan niet missen. Hier ergens heb ik hem verstopt. Ja, achter deze berg spullen, ik weet het zeker. Maar wat houdt Joffy? Zijn inzet bestaat voor een grootste blok die zo min mogelijk doorheen hangt. Oh nee, ik kan niet vinden, wat nu? Gewoon nog even verder zoeken, meneer Guus. Dus het museum lijkt plat. Ik heb niet iemand die dat niet meer wat willen aantreffen. Goedendag, ik ben burgemeester Boris B. Blaaska. Dit is mijn expert bij de villa en Nelly Kleijzer. Zeg, wie zijn jullie? Overduidelijk. Het is een enige twijfel. Dit is de broer mij daar, die staat nog. Hé, wat een vijper hoofd. Ik kan een pril, die vind ik erg fijn in zitten. Dus het is kort heb ik lens. En wie ben jij? Goedkope pet. Jas, mijn afgehouden knopen. Versleten schoenen. Onmiskenbaar. Overtuigelijk. Zonder enige twijfel. Is de water de chauffeur? Hé, hey, kom op! Die auto heeft heel kunnen rijden. En dank hem wel. En bent u de miljonair Gustav Geluk? Wat brengt u hier? Hey, ik was op zoek naar een geluksdiamant. Geluksdiamant? Oh ja, daar had ik eentjes over gelezen, ja.
Die bent u toch kwijtgeraakt tijdens een ton en taxirit jaren geleden? Dat heb ik iedereen verteld, ja. Maar dat was niet voor waar. Ik was bang dat iemand mijn diamant ooit zou stelen. Dus ik denk me een goed idee om te zeggen dat ik hem ben kwijtgeraakt. Wat van effig, wat slim. Maar dat is nog niet het hele verhaal. Omdat ik het niet veilig vond om bij mij thuis of ben je bang in de kluis te leggen, heb ik hem eigenlijk gestopt, want niemand hem ooit zou vinden. Hier. Hier? Precies, hier. In het oude, leegstaande, verpopende museum. Ik dacht dat niemand het museum ooit zou kopen. Maar toen zag ik opeens op funderbending.nl dat iemand dit museum had gekocht voor een euro. 1 euro! Dus ben ik als de wielenwerker hier naartoe gekomen. Maar nu kan ik mijn geluk zien wel niet meer vinden tussen deze oude spullen. Ik ben bang dat de nieuwe eigenaren van dit museum de diamant gevonden hebben. Ze post allemaal bericht op social media met een gevonden geluksdiamant. Oh nee, ze gaat er niet aan de grote klok aan dat er mijn geluksdiamant hier is. Dit museum is natuurlijk helemaal niet veilig. Mijn dierbare geluksdiamant. Het is maar de vraag of het uw diamant is, meneer Gustaaf. Dit museum is verkocht aan de familie Weiland, inclusief de inboedel. Daar zou Wilhelmina en Lady Klein nog wel eens gelijk kunnen hebben. Zijn jullie helemaal gek? Het is mijn diamant, voor mij. Kom Shafi, we gaan gelijk op zoek naar de familie Weiland. Maar ik geloof het wel net. Shafi, traal niet, kom mee. Maar. Shafi! Oké, kom maar. Kijk, dit is ons museum, ons geluksmuseum hoe we het inmiddels noemen. Hier zal binnenkort de geluksdiamant te bewonderen zijn. Is dit het museum, maar... Sorry, Glo en Isabella, dit is een pijn, we weten het. Maar... Sorry, we hadden kunnen weten dat het niet geschikt zou zijn voor jullie nieuwe commercie van Happy Diamonds. Maar dit gebouw is fantastisch! Hè? Meenen jullie dat? Dit is wat in de filmwereld een Urbex locatie noemen. Urbex, dat is echt helemaal in. Vergeet en verlaten gebouwen, waar al heel lang niet meer is geweest en waar alles er verlaten en versleten uitziet. En juist op zo'n locatie zullen onze modellen Femke, Nikki en Melissa extra shinen met de nieuwe collectie. Dit is perfect. Oké, we gaan meteen beginnen. Vergeet niet dat we hebben afgesproken. Ik wil jullie tanden zien, dus blijf maar. Dan zal men jou niet snel vergeten.
Als zij er naartoe komen, kan ik de veiligheid van een diamant niet garanderen. Ik weet dat het u van werk omgeving gemaakt hebt en komt de opening van het museum. Daarna zijn we meteen weer weg. En bedankt u van al het free publicity voor onze stad. Laat die jongens even een instoken, met daar zo. De burgemeester, het gaat niet om zomaar twee jongens. Het gaat om... die en om die andere, je weet wel. Ja, maar dan is Max Verstappen! Natuurlijk kan iedereen hem een keer halen, maar één keer door elkaar halen. Maar kom op man, links is hem en rechts is gas geven. Hallo dames, hoe maak ik het? Ik vind het natuurlijk, hoe maak ik jullie? Ik ben Sebastian van Diel. Ja, nou en? Hoi knappert! Wisten jullie dat ik al 4 keer wereldkampioen ben geworden? Ja, nou en? Hoorlijk 10 keer wereldkampioen. Het zal niet helpen. Zolang Max er is, blijf ik altijd nummer 3. Zeg, zouden ik, Melissa en Nicky misschien een handtekening van je mogen? Ja, je handtekening. We willen alle 3 heel graag, Max. En misschien kun je ook heel even je helm afdoen. Hè? Max, blijf hier! Ah! Kijk, dat bedoel ik. Er komt te veel volk op die coureur. Dat is vaak problemen. Ik weet dat het u meer werk oplevert, maar het gaat enkel om de opening van het museum. Daarna zijn we meteen weer weg. Zou het misschien spelen als u in ruil voor een medewerking een t-shirt uit onze nieuwe collectie cadeau doet? Probeert u mij dan om te kopen, want ik moet u waarschuwen dat ik daar nogal gevoelig voor ben. In dat geval ja, dat probeer ik. Waar de burgemeester bij staat? Oh nee, wat is dit nou? Lijkt wel alsof mijn neus doet. Nou, mooi, dat is dan geregeld. Heeft u deze ook in een damesmaatje? Een vrouwtje? Wij protesteren! Dames, voor waar op de bal? Wij zijn Bibi en Babette van actiecomité Nee. En wij zijn tegen? Ja, tegen! Maar waar zijn jullie tegen dan? We waren bij de kassa in de museum giftshop. En op het bordje staat dat ze alleen een aardappelbal helpen. Boe! Dat kan ik bijna niet geloven. Bibi heeft het bewijs, ze heeft het bordje uit protest meegenomen. Zie je nou wel, aardige vrouwen worden gediscrimineerd. Maar wat op borst staat dat je alleen kunt winnen en niet contant kunt betalen. Echt? Dus met deze jongens kunnen we terecht. Ja, te pas en onpas. Yes. Dat ding is loodzwaar. En we moeten er maar rondjes mee lopen. Het is voor de veiligheidslappen. Victor vindt het een te grote veiligheidsrisico om de gelukste band op één plek te bewaren. Ze mogen de gelukste diamant noemen, maar ons brengt de dingen alleen maar onheil. Mijn rug. We moeten van Victor minstens ieder kwartier een rondje lopen. Ieder kwartier? Onmogelijk. Heeft hij ook gezegd welk rondje? Nee, hij zei alleen een rondje. Hé, wacht eens even. Denk je wat ik denk? Ja, dat denk ik wel. Ah, dat was goed te doen, slappen. Ja, goed idee van ons. Een extra krukje erbij zou niet gek zijn. In deze kelder is het super pikken donker. In deze kelder is het helemaal niet wijs. Het ruikt naar het middel van zomer en naar voren stoken. Deze kelder is de vieze plek in huis. In deze kelder is het helemaal in het smeren. Thank you.
helder. Dit maakt allemaal veel te veel lawaai. Dadelijk horen we het verder gaan. Zijn dat niet die eenhoudschapte boeken? Inderdaad, dat zijn jullie jongen. Beter bekend als de Bredejongens. Jullie kunnen er wel beter over geven. Waarom zouden we? We zijn met z'n tweeën. En bovendien zijn we nogal breed gebouwd. Anders zijn we genoodzaakt onze wapenstokken te gebruiken. Ja, of onze pepperspray. In dit geval kiezen we voor de spray. Bedankt, je hebt een heleboel. Hey, staan blijven. Soms snappen, wat nu? Wat we al zeiden, de beste waakhonden die we ooit hebben gehad. Welkom iedereen, welkom. Leuk dat jullie zijn gekomen naar de openingsborrel van ons museum. We gapen je aan onze collectie en over ongeveer een kwartier zal één ieder van jullie de diamant 10 seconden mogen vasthouden. Yay! Hallo, wij zijn Kamer Veet, reporters van de ochtendkant. Wij zijn benieuwd naar jullie diamant. Ja, natuurlijk. We hebben het onderzoeken door onze experts Wilhelmina en Lily Kleiner. Kijk, daar heb je ze net. Wat kunnen jullie ons vertellen over de echtheid van de diamant? Onbeskenbaar. Overduidelijk. Dat is de enige twijfel. Zie je wel, onbeskenbaar. Wij zijn Bibi en Babette van Actie Continue. En wij zijn tegen. Ja, tegen. Waar zijn jullie tegen dan? Ongraag. Waarom dan? De vissen in Nederland hebben het moeilijk genoeg. Waarom niet? Ja, tegen. Maar dit heeft niets met haringen te maken en dat is een krent tegen haakvoet. Oh, is het niet weer op de achtergrond te laten staan? Nee, dat lijkt ons niet nodig. Yes! Oh, daar ben je! Dus zoals afgesproken blijf jij het weer. Nee, ik niet! Jij! Ja, de eeuwige schrijver. Dat is dat eeuwige schrijver naam. Dat is wel stoer. Ja, stoer en intrigerend. En aantrekkelijk. Laat ze plezier op met. Hij gaat het doen, denk ik. Snel, mag ik een livestream? We zijn hier met Max Verstappen en de dagen van Stilzwijgen gaat hij iets doen. Lijkt het. We zijn razend benieuwd wat hij onze drie grootste fans te zeggen heeft. Zag je die peppers? Ook ze zag, voelde ze. Max, ik ben een ongemanierde pummel! Is het de manier waarop hij naar eens de rest te kijken zet? Hoe hij het hart door de bochten leest met de vaart van een raket? Is het zijn schuld? Ik ga graag even vasthouden, omdat ik een week zit te balen van deze grote verrapte mijn wang.
aan Max in zijn vrat op zijn wang. En hij stopt met lachen van geluk. Maar ik denk dat hij weg is. Maar dan hoef ik eigenlijk mijn haar niet meer dag en nacht op te dragen. Oh jeetje, wat ben ik blij. Kom op sommige jongen, soms zitten dingen tegen. Kijk naar mij, Club 3 niet mis, Club 3. Met jou gaat het wel goed komen. We hebben Club 3 aan zullen vasthouden. Ja, dank je wel. Ik wil graag ook even de geluksdiamant vasthouden. Maar nog meer hoopte ik dat Gustav die geluksdiamant terug zou krijgen. Wat flikken jullie ons nou dan? Het doosje is... Dit doosje is... Leeg! Helemaal leeg! L-E-E-C-H. Leeg! Dat klopt. Esmee en ik hebben het doosje leeg gehad voordat we klein zijn erin. Maar waarom? In lieve vrede, waarom? Omdat we de diamant graag willen teruggeven aan meneer Gustav. We vonden hem zo zielig. De diamant was hem zo dierbaar en opeens was hij hem kwijt. Waarom zouden we hem niet teruggeven? Precies. Zeker als je bedenkt dat het ding hartstikke nep is. Hartstikke nep! Maar dan zijn we geflasht. Dan moet iedereen zijn geld terugkrijgen. Nep? Maar dat is een ramp voor ons Happy Diamonds commercial. Nee, maar hoe weten jullie dat? Simpel, pap. We zouden moeten doen wat jij ook zou moeten doen. Altijd de kleine lettertjes lezen. Lizzie, mag je het kort laten lenen? Dit product is van Placebo BV. Made in Taiwan. Alsjeblieft, meneer Gustav. Dankjewel, Asmee. Ik wilde even poseren voor een foto in de krant, meneer Geluk. Weet het van niet. Ook al is het iemand nep, zolang mensen blijven geloven dat hij geluk brengt, zou meneer Guus Geulus kennen. Namens de krantenkop van morgenochtend. Diamant blijkt nep. Museum voor diamant bij het afval. Weg geluk, diamant. Weg aardigaal. We zijn blut. We moeten het museum verkopen. Blut? Dat valt nog wel te bezien. We zullen uit de 2. 7 Chinese opschotschilderij hebben. Ze zijn samen zeker 10 miljoen euro waard. 10 miljoen euro! Minstens. Zeg met de boer, wat heeft de schilderij gedaan? Wat we ermee gedaan hebben? Hoe bedoelt u? Oh, het aangezicht ook. Wat is er? Wat is er mis? Zet schilderij op zijn kop. Lieve mensen, leuk dat jullie keken naar onze musical. Wat kan ik nog meer zeggen op het einde van de musical, behalve eindgoed? Al goed! Wij protesteren! Dames, voor waar dat gebouw? Wij zijn Bibi en Bette van actiecomité Nee. En wij zijn tegen. Ja. Tegen. Waar zijn jullie tegen dan? Dat de musical is afgelopen. Boe! Aan alles komt een einde, dames. Maar niet getreurd, er is nog een slotlied. Een slotlied? Yay! Yeah! De Macari met z'n allen laat het uit de spieken knallen. Het is een mooie tijd geweest. Maak aan ballen, groeten, rollen, laat de hele wiel te tonen. We vieren nu ons afscheidsfeest. Macari met z'n allen laat het uit de spieken knallen. Het is een mooie tijd geweest. Maak aan ballen, groeten, rollen, laat de hele wiel te tonen. We vieren nu ons afscheidsfeest. Jongens, jullie zijn toppers!